In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. De vragen die ik mijn gast stel, die komen vanuit onze Instagram community. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Jessie. Zij heeft borstkanker. Borsten of billen? Billen. Wel of geen pruik? Geen. Hoog of laag libido? Laag. Rusten of leuke dingen doen? Leuke dingen doen. Borst amputeren of besparen? Besparen. Hoe ontdekte je dat je borstkanker had? In januari, een jaar geleden, toen voelde mijn vriend een knol in mijn borst, een kleintje. En ik dacht eerst van, het zal wel niks zijn. En hij zei van, ga maar toch maar even naar de huisarts. Dus toen ben ik naar de huisarts gegaan. Toen zei de arts van, het is niks. Het is waarschijnlijk een ontsteking. En dat komt wel vaker voor bij jonge vrouwen. Dus toen ben ik weer naar huis gestuurd. Kwam toen het woord borstkanker wel één keer voorbij of gewoon helemaal niet? Ik heb wel gezegd dat ik me zorgen maakte dat het wel iets zou kunnen zijn. Want mijn moeder had toen ook kanker. En die is helaas overleden eind september vorig jaar. De arts nam me alsnog niet serieus. Ze zeiden dat het niks was. Want wat voelde je dan? Je voelde een soort knobbel dus. Ja, ik voelde een soort van knikkertje-achtig was het. De tijd ging voorbij en mijn moeder ging heel slecht. Dus daar was ik toen gewoon even mee bezig, hè, voor haar te zorgen. En we waren gewoon heel veel bij haar in het ziekenhuis. Want wat had zij dan? Zij had een longkanker en een hersentumor. Toen na de crematie begon die tumor ineens heel erg te groeien en heel erg pijn te doen. Dus, dat voelde je? Ja, het begon te branden en warm te worden. En ik voelde dat het groter werd en mijn vriend zei, we gaan maar gewoon weer naar de huisarts, want dit is echt niet goed. En toen heb ik een nieuwe huisarts genomen, omdat ik me niet serieus genomen voelde. En dat was een vrouw. En die zei gelijk, volgens mij is het wel goed dat je hier zit. Ik ga gelijk een spoedafspraak voor je maken bij de mamapoli. En toen ben ik een paar dagen later naar het ziekenhuis gegaan. En toen heb ik daar een biopt gehad. Dus dan halen ze een stukje weefsel weg. En heb ik een echo gehad en een mammografie. Dus dan worden je titus ook op pet, dus een apparaat. Toen moest ik op kantoor daar komen van het ziekenhuis. En toen vertelde de oncoloog mij dat ik borstkanker had. Dus dat kwam heel hard binnen. Hoe was dat dan op het moment dat je dus voor het eerst eigenlijk hoorde dat je dus borstkanker hebt? Ja, ik heb wel echt heel erg gehuild. Want wat waren dan de dingen die je dacht? Ja, waarom mij dit dan precies moet overkomen. Iets meer dan een maand nadat mijn moeder is overleden. En waarom mijn huisarts mij niet eerder heeft doorgestuurd. Maar ik had er nu al wel van af kunnen zijn. Op dit moment. Denk je? Ja. Als ze eerder hadden gehandeld? Ja, zeker. Ja, en er had de traject minder heftig hoeven te zijn. Want wat zeiden ze eigenlijk dus op het moment dat ze zeiden dat je het had? Wat leggen ze dan uit? Ja, je zit sowieso in een kamer daar en er waren twee artsen. En die vertelden dus dat ik invasief carcinoom heb. En dat is dus uitzaaigevoelige kanker. En mijn eerste vraag was, word ik kaal? Ja, dacht ik echt dat het een hele stomme vraag was. En die artsen zeiden ook gelijk, het is echt geen stomme vraag. En het is begrijpelijk, want je bent een vrouw. En natuurlijk is dat wel waar je druk over gaat maken. En zeiden ze toen iets over hoe goed het te behandelen was? Je krijgt dus eerst allemaal scans. Dus een MRI-scan en een PET-scan en een CT-scan. En toen hebben ze mij dus kunnen vertellen van het zit op één plek. En het is niet uitgezaaid en het is goed te behandelen. En er is 95% kans dat je beter wordt. Wat was een beetje het behandelplan wat ze toen hadden? Ik krijg eerst een half jaar chemo. En daarna krijg ik een MRI-scan en gaan ze kijken hoe ver de tumor is gekrompen. Daarna word ik geopereerd. Waarschijnlijk borstbesparend of amputatie. En daarna krijg ik nog 7 jaar lang medicijnen en elke maand een prik om ervoor te zorgen dat ik geen kanker meer, of de kans klein is dat ik nog kanker krijg in de toekomst. Is je zelfbeeld veranderd door de invloed van de chemotherapie op je lichaam? Ja, zeker. Het is allemaal onze onzeker natuurlijk. Als je ziek wordt van wat gaat er met mijn toekomst gebeuren, hoe gaat het met mijn werk. En ook je uiterlijk verandert heel erg. Ik krijg bijvoorbeeld door de chemotherapie en door de immuuntherapie krijg ik last van puistjes. De eerste maanden dat ik ook bijvoorbeeld mijn haar verloor en dat ik die puistjes kreeg, werd ik toch heel erg onzeker. En was ik heel verdrietig dat ik niet meer de oude Jessie was.
Dus ja, je zelfbeeld verandert daarin wel heel erg. En je moet op een gegeven moment wel accepteren van oké, weet je, de kanker maakt je ziek en je uiterlijk die verandert ook drastisch. En daar moet je wel mee leren leven. Maar ik heb er heel veel steun uitgehaald van mijn vriend, die me elke dag vertelt hoe mooi ik ben, hoeveel hij van me houdt. En ondanks dat ik ziek, buiten het ziek zijn en buiten alles, dat ik wel gewoon mooi eruit zie. Welke verandering vond je het moeilijkst? Ik denk toch mijn haar verliezen. Want ik heb mijn haar gewoon in één keer af laten scheren. De eerste keer dat ik ging douchen zonder haar. Toen heb ik wel even goed staan janken in die douche. En die paar keren daarna ook nog wel. Ja, want je hebt gewoon, ineens heb je gewoon een kale kop. Ja, ik zit in de gabber scene. En dus, daardoor allemaal kale koppen. Chill. Dus mijn vrienden en zo, die hebben iets van, helemaal mooi. Maar ja, je verliest toch een soort van vrouwelijkheid. Ja. Heb je ook wel eens geen pruik op? Ja, bijna elke dag. Ja? Ja. En pruik op hebben, hè, is net als een BH. Het is leuk om hem aan te hebben, maar aan het einde van de dag moet je hem echt uittrekken, want dan ben je er helemaal klaar mee. Ik zou hem ook gewoon nu af kunnen zetten, hoor. Nou, doe maar. Ik wil het wel zien. Ja? Ja. Ik ben benieuwd of je er dan heel anders uitziet. Kijk. Nou, ik vind het niet heel anders. Nu ben ik een echte gabber. Ja. Maar en hoe voelt dit voor jou? Koud. Ja? Zijn pruik is heel warm. En ja, het voelt wel lekker. Ik zit vaak, als ik dan tv aan het kijken ben, zit ik zonder erbij na te denken, zit ik zo echt voor de tv zo over mijn hoofd heen te gaan. Ja, ja. Ik weet niet, dat is nu echt een tik geworden of zo. Maar misschien kan jij er dan nu dan zo bij zitten, dan doe ik jouw pruik op. Nou, nee. Zet maar wel lekker op. Wil je je borst laten amputeren? Eerst wou ik wel mijn borst laten amputeren, want ik dacht, weet je, dan ben ik er vanaf. Maar ik heb pas weer een gesprek gehad met de arts die dan mijn borst zou gaan amputeren. En er komt zoveel bij kijken. Ja, je krijgt echt een drain, een soort van infuus met een pot. En al dat vocht, dat loopt er dan uit na de operatie. Daar moet je dan ook soms zelfs 2 weken mee lopen. Je moet echt 3 dagen minimaal in het ziekenhuis blijven. Je kan tegen zoveel dingen aanlopen, bijvoorbeeld protheses die gaan lekken of ontstekingen. Toen ik dat hoorde, dacht ik, weet je, bij een borstbespanen operatie, dan ga ik er 's ochtends heen, ik word geopereerd, duurt even een uurtje, mag aan het einde van de dag lekker naar huis. En dan die hechtingen losten zichzelf op. En ik dacht eerst van, als ik dan geamputeerd word, dan is de kans kleiner dat je het weer krijgt. Ja. Maar dat is dus helemaal niet zo. De kans is gewoon even groot dat je daarna gewoon weer krijgt. Dus het heeft eigenlijk helemaal geen zin om het weg te halen. Ja, dan moet ik maar gewoon goed onder controle blijven, toch? Ja. Wat voor invloed heeft de chemotherapie op je seksleven? Veel. Ja? Ja. Door chemotherapie raakt je slijmvliezen ontstoken. Dus ook je ogen. En bijvoorbeeld je last krijgen van je nagels. Dat soort dingen. Maar dus ook bij je vagina. En, dat je minder nat wordt? Ja, niet. Oh. Gewoon helemaal niet. Het wordt ook dikker, dus het krimpt. Dus ja, het zorgt eigenlijk gewoon voor dat ik bijna geen seks kan hebben eigenlijk. Dus dat is heel lastig. Maar gewoon omdat het van binnen krimpt? Het is gewoon veel nauwer? Ja, ook. En hoe werkt het dan? Waarom gebeurt dat? Ja, het beweegt natuurlijk als je nat wordt, dan beweegt het mee en dan is het flexibel. Maar doordat ik chemo krijg en ook die injectie elke maand, waardoor ik dus in een tijdelijke overgang zit, beweegt het gewoon niet mee. Wist je dat van tevoren? Nee. En zijn er ook nog andere dingen anders? Als ik chemo heb gehad, dan ben ik, hoe ze dat noemen, chemobesmettelijk. Dus ik moet dan ook echt de wc 2 keer doortrekken. Ik mag geen seks hebben zonder condoom. Maar wat houdt het dan in? Wat ben je dan? Ja, door de chemo, dat maakt je ziek en dat zorgt dus voor dat de kanker krimpt. Maar dat mag ik niet overbrengen op een ander. Ja. Dus het is 4 dagen lang zit het echt in mijn systeem. Ik mag wel gewoon zoenen en knuffelen en dat soort dingen mag ik allemaal wel. Maar echt met urine of met bij man sperma of bij mij met vocht, kan ik dat dus wel overbrengen. Dan kunnen andere mensen ook dan ziek van worden. Dat vind ik zelf wel heel moeilijk, want ja, ik heb natuurlijk al een tijdje een relatie. En het is natuurlijk ook zo dat je ook door chemo ook gewoon heel ziek kan worden. Dus je bent gewoon heel moe en je slaapt veel en ben je heel misselijk, last van maagzuur. Al die bijwerkingen zorgt er ook gewoon voor dat je aan het einde van de dag gewoon lekker in bed wil liggen en dan gewoon lekker wil knuffelen. Maar hoe ga je daar dan mee om? We veel communiceren met elkaar. We praten met elkaar en we
vertellen aan elkaar dat we het missen en dat het wel weer komt. Ik ben bijvoorbeeld nu bijna klaar met de chemo, dus ik weet wel straks dat we wel even alles even gaan inhalen natuurlijk, ja. Ben je bang om onvruchtbaar te worden door de chemotherapie? Ja, zeker. De arts hadden mij verteld dat er 90% kans is dat ik vruchtbaar blijf. Maar dat er dus wel 10% kans is dat ik onvruchtbaar kan worden door de chemo. Want het tast dus ook je baarmoeder aan en die eitjes. Dus daar wist dat helemaal niet. Ja, dat wist ik ook niet. En daarvoor krijg ik dus nu elke maand een prik. En dat houdt mij in een soort van natuurlijke overgang. Dus ik heb ook de hele tijd opvliegers en zo. Maar echt als in de overgang die mijn moeder heeft? Ja, alleen dan 10 keer erger. Maar hoe vind je dat om zeg maar in die staat te verkeren? Ik leerde wel steeds meer mee leven. Het is omdat je natuurlijk ziek bent, ben je natuurlijk ook gewoon continu met misselijkheid. Heb je alle andere gekke bijwerkingen en dan komt dit ook nog erbij. Dus dat is heel vervelend. Maar er is dus nog steeds een kans dat je onvruchtbaar raakt. Ja, daar heb ik wel voorzorg op genomen. Ik kreeg een aanbieding vanuit het ziekenhuis om eitjes in te laten vriezen. Dus dat ik in de toekomst, stel ik zou onvruchtbaar raken, ik zou geen eitjes meer aan kunnen maken, dat ik dan via IVF, dat ik dan alsnog kinderen zou kunnen krijgen. Dus ik heb, een paar weken lang heb ik elke dag injecties gehad in mijn buik. En toen heb ik dus met een soort van mini-ingreep, onder een roesje, hebben ze die eitjes weggehaald en gelijk ingevroren. Dus, ik heb sowieso een kans om kinderen te krijgen, dus dat is fijn. Ja. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Dat was hem. Hey, heb jij liever een frikandel of een kroket? Een frikandel. Ja? Behalve als het een broodje is, dan wil ik een kroket met mayo.